Hartelijk welkom allemaal bij weer een video. Dit keer deel 5 van onze beginnerstraining Light Burn. Ik zit nu in mijn werkruimte. Als je goed achter me kijkt, dan zie je daar mijn Arthur Laser Master staan. Mijn Arthur Laser Master 2. En daar werk ik dus met Light Burn mee. We zijn inmiddels toe aan onze 5e les bij Light Burn. En dat is het menu Venster. We gaan erin duiken. We gaan kijken wat het gaat worden vandaag. Succes alvast. Zo, lieve mensen. Deel 5. Het menu Venster. En zoals je zult zien, mijn gehele menu ziet er compleet anders uit nu. Ja, hoe komt dat? Ik ben zo vrij geweest om in dat menu Venster, en daar zal ik eventjes opzetten en inzoomen, om daar simpelweg alles uit te zetten wat ik maar uit kan zetten. Ja. Ik ga dan ook beginnen dit keer, niet bovenaan, dat is een beetje vreemd in dit geval. Ik ga beginnen onderaan, zodat ik de zaken aan kan gaan zetten ondertussen, terwijl ik het aan het aanzetten ben, zeg maar. Ik begin dus, zeg maar, eigenlijk met dat bekijkstijl. En dan beginnen we gelijk heel ontevredenstellend, want ik heb geen flauw benul wat het verandert. Kijk, wireframe, ruw en glad. En naar mijn gevoel moet dit gaan over dit venster hier, over dat rastervenster, wireframe. We gaan even kijken wat er gebeurt als ik hem nu op wireframe ruw ga zetten. En dan moet je met name even meekijken of je iets ziet veranderen. Ik heb namelijk geen idee. Ik zie namelijk niets veranderen, zie je dat? Het is dat wireframe ruw, waar die dan nu op staat, verandert niets van glad of van gevuld ruw. Daar zie ik ook niks van. En wat ik ook niet zie, is als ik hem op gevuld glad zet. Als ik nou hier zeg van schakelen tussen wireframe en gevuld, zie ik ook niks gebeuren, zie je dat? Dus conclusie wat mij betreft is dat ik hier eigenlijk bij dat bekijkstijl, en volgens mij is dat het wireframe waar we het over hebben, ik zie daar niets veranderen. Dus wat dat precies doet, geen idee. Dat is makkelijk, hè? De eerste 5 onderdelen van deze training vandaag, van de 5e deel, is al voorbij. Belangrijker zijn degenen die eronder gaan komen. Ik ga ze niet allemaal uitleggen. Waarom niet? Ze komen straks aan bod natuurlijk. Dus dat mogen duidelijk zijn. Ik ga één voor één aan- en uitzetten. We gaan beginnen met de kunstbibliotheek. Dat is de eerste in die lijst. Zo. En dan krijgen we aan de rechterkant, in dit geval, een groot venster. Omdat er nog maar 1 venster is. Waar ik, zeg maar, de objecten kan opslaan die ik maak. Nou, even een voorbeeld. Hier zijn de kerstornamenten. En dan kan je ook nog de grootte van dat pictogram gaan veranderen. Zie je dat? Nou, leuk, spannend. Dat is net hoe je het wilt. Ja? Overigens kun je in die kunstbibliotheek, ik had gezegd, ik ga het niet uitleggen, maar deze doe ik toch alvast even. Kun je onderin nieuwe mappen maken, want dit zijn mappen. Dus als ik een nieuwe map maak, en die noem ik eventjes, en die moet ik op gaan slaan. Die doe je opslaan in een map van Lightburn. De map van Lightburn die ik daarvoor kies is bijvoorbeeld de map Arts. Kijk, en dan zie je daar, zie jij die mappen die hier ook staan. En daar kan ik dus een nieuwe map maken. En die noem ik dan test. En bij wijze van spreken, nou oké, ga ik nou niet doen. Maar dat is de manier om een nieuwe map te maken. Stel, je hebt een map van iemand anders gekregen of gedownload. Een klein voorbeeld daarvan, de LA Hobby Guide. Dat is eigenlijk een beetje mijn guide. Maar dan wel Engels en Amerikaans talig. Die biedt op zijn forum een aantal van die artbibliotheken aan. Zoals deze kerstbibliotheek, die komt van hem af. Nou, die kan ik dan dus laden. Wat ik op dat moment doe, dan ga ik op zijn website, ga ik, zeg maar, die bibliotheek, datgene wat je hier nieuw maakt, die download ik. Die zet ik in die map waar al die andere bibliotheekdelen staan en ik klik vervolgens op laden. Afladen wil simpelweg zeggen dat je ze als het ware eruit gooit. Nou, niet eruit gooit, het bestand blijft op jouw pc staan. Echter, hij verdwijnt hier uit de bibliotheek. Vooral als het hier wat vol begint te worden. Nou, ik kan me voorstellen dat dat gaat gebeuren. Ander voorbeeldje, dat zie je nu niet en dat kan nu ook niet, is dat als we daadwerkelijk iets gaan maken, hè, dus we hebben hier iets in dat werkveld staan, dan kan ik dat opslaan
In een van die mappen, afbeelding uit project importeren. Ja, dus dan heb ik hier die afbeelding. Ik klik op bijvoorbeeld frames en ik zeg importeren daar maar. Ja? Dat kan dus ook. Je kunt ook een afbeelding toevoegen aan een project, maar het concept projecten is me nog niet helemaal duidelijk. Alhoewel ik me ook wel weer kan voorstellen dat dat een groep van functies en zaken zijn die bij elkaar horen. En dat, nou ja, goed. Je kan wel importeren. Ik kan wel op importeren klikken. Nou, dan krijg ik gewoon zeg maar de mogelijkheid om alle ondersteunde bestanden te downloaden. En dat zijn dan bijvoorbeeld SVG's, JPEG's, PNG's, GIF's, BMP's van bitmaps, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kan ook. En tot slot kun je natuurlijk gewoon een object verwijderen. Stel dat ik deze frames 2 hier wil verwijderen, dan wordt ook die knop verwijderen zwart rechts onderin. En die kan ik verwijderen. Nu heb ik ook die mogelijkheid om toe te voegen aan een project. Nou goed, leuk, aardig. Hier gaan we best een hoop mee werken. Dus die kunstbibliotheek is handig om die standaard aan te hebben staan. Dat kan ik alvast zetten. Ik laat hem ook lekker even staan. We gaan rangschikken eraan toevoegen. Ah, kijk, hier komt een werkbalkje hier bovenin de hoek bij. En dit zijn knopjes die we al kennen. Links is dat zijn die drie poppetjes, dat is de groepeerknop. Daarnaast de ungroepeerknop, die hadden we al eerder gehad. Hè? Die hadden we gehad bij, even kijken, waar stond dat? Bij, moet even kijken waar we dat hadden staan. Oh, bij rangschikken, groepen en degroeperen. Daar zitten ook die twee spiegelfuncties, die horizontaal draaien, verticaal draaien. Dus dat is eigenlijk spiegelen rond de as. Dan krijgen we spiegelen op de lijn. Dat was diegene waarvan we nog niet achter waren gekomen hoe die precies werkte. Maar goed, het zij zo. En die zit daar dus ook in. En hier krijgen we dan nog een aantal andere functies. Die hadden we bij, ook bij rangschikken denk ik zitten. Even kijken. Even neuzen waar we die hadden. Maar die hebben we wel al gezien hoor. Maar dat zijn zeg maar de centreerfuncties zeg maar. En misschien dat ze alleen verschijnen op het moment dat ik ook werkelijk iets... Oh, hier ging dat. Hier zat dat volgens mij. Nee, ook nog niet. Ja, daar zo. Hier komen ze. Uitlijnen op het middelpunt. Dan hebben we met degene die daarnaast zit. Dat is even zien. Verticaal in het midden uitlijnen. Nou, dan horen ze dan. Nou, dus al diezelfde functies zijn dat. Met nog een paar nieuwe... Maar daar hoop ik aan toe te komen als we aan deze balk toekomen, want dat wil ik ook nog een keertje opnieuw laten zien natuurlijk. Latere fase dus. We laten hem aanstaan, want we gebruiken hem. Volgende is een rangschikker lang. Nou, dat is wel een hele uitgebreide. Die heeft veel meer functies. En op dit moment vind ik hem niet zo interessant. En dus eigenlijk is het bijna, want dit is rangschikker kort, hè? Gewoon rangschikken. En dit is rangschikker lang. Daar hebben we dezelfde functies zo'n beetje. Maar nog een heleboel andere functies. Nou, ik vind het mooi, maar we kunnen ze altijd gebruiken. Dus met andere, of altijd op een andere manier benaderen. Dus ik doe rangschikken lang, zet ik uit. Krijgen we de volgende, dat is modificatoren. Moeilijk woord, Nederlands. Nou, hoe is mogelijk. En modificatoren, dat hebben we ook al gebruikt. Dat zijn deze jongens hier. En die vonden we terug bij de hulpmiddelen. Dat zijn de offset, oftewel twee lijnen van één maken bijvoorbeeld. Dat zijn de boolean functies, de functies van het samenvoegen, waar die assistent zo makkelijk in was. Het is nu allemaal grijs, hè, omdat we niks getekend hebben. En als we niks getekend hebben, valt ook niks te zien, zeg maar. Dan hebben we daar de functie om een array te maken. Dus dat wil zeggen, we hebben één object, maar ik wil er graag 9 hebben in een kubus, dus zeg maar 3x3. Dan kan ik dat met die tool doen. En daar vinden we dan die functie terug in rangschikken hier. Raster, matrix is eigenlijk een array. Datzelfde geldt ook voor de circulaire array. Die zit daaronder. Daar hebben we een beetje mee gestoeid. In de vorige les met name. Dan hebben we die functie met die nodes. Hè, dus waarbij je zeg maar echt elk puntje aan kon geven. En dan nog een vrij nieuwe functie, dat is de functie radius. Stel je hebt een rechthoek, maar je wilt het niet een rechthoek hebben, je wilt die hoeken, wilt je een bochtje laten maken. Dan kun je op deze manier, met deze knop, kun je een radius daarvan maken. Gaan we zien op het moment dat we daarmee bezig gaan. We gaan opnieuw naar venster. Ik ga deze laten staan, want deze wordt gebruikt. Camerabediening, hartstikke interessant, maar wij hebben geen camera, dus ik gebruik hem niet. Kunnen hem dus ook weer wegklikken. Zien wel gelijk dat aan die rechterkant nu twee vensters boven elkaar komen. Het is niet zo dat we straks 3 en 4 en 5 vensters boven elkaar hebben.
We krijgen groepen van vensters, maar de camerabediening hebben we niet nodig, die zet ik uit. Volgende in die rit is het bedieningspaneel. Nou, deze is wel interessant, want deze gaat laten zien hoe het zit met eventuele foutmeldingen en commando's en dergelijke meer. Hij zegt nu wacht op verbinding, want hij is niet verbonden met de laser, maar deze gaat meldingen geven en ja, als er iets misgaat, dan is het wel handig om te weten waarom het dan misgaat. Dus dat bedieningspaneel laat ik aanstaan. Krijg ik snijden en lagen. Nou, die is zo extreem belangrijk. Hij zit nu hier in dit rijtje. Dus hij zit in ditzelfde vak, maar dan aan deze kant. Dit namelijk is het venster waar straks je opdrachten in staan. Zeg maar. Ga je snijden, ga je graveren, ga je vullen, ga je lijntekening doen. Nou, dat komt allemaal straks hier bij snijden laden te staan. Dit is dus een hele belangrijke. Krijgen we de daaropvolgende, het snijpalet. Dus even kijken wat dat is. Even neuzen, waar is jij terechtgekomen? Het snijpalet. Oh ja, natuurlijk. Blinde vink. Hier onderin, al die kleuren. Ook heel belangrijk, want hiermee kan ik zeg maar een bepaalde kleur toewijzen aan een bepaalde opdracht in een project. En dan kan ik die kleur speciale settings meegeven, zodat zeg maar bijvoorbeeld het graveren een andere snelheid en power heeft dan bijvoorbeeld het snijden heeft. Dus het palet is belangrijk en houden we aan. En dan de bestandenlijst. Even kijken waar die terecht is gekomen. De bestandenlijst. Oh, die staat hier rechts. Ja, weet ik niet. Ik zal eens heel even kijken. Ik had een foto gemaakt van tevoren met wat ik nu zelf aanzetten of niet aanzetten. En de bestandenlijst staat daarbij uit. Dat betekent dat ik hem niet gebruik. Ik heb geen idee wat hij doet, is ook niet zo belangrijk. Ik druk hem weg. Dag bestandenlijst. We gaan naar de volgende. De rest namelijk gaat aan. Dat is de laser. Dat is er eentje die is hieronder bijgekomen bij de tabbladen. En dat is degene waarmee jij straks de laseropdracht start. Met name met kaderen of kadreren en of het, zeg maar, je laser terugbrengen naar de startpositie. Aangeven welke startpositie dat dan is. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus die functie laser, die gaan we ook gebruiken. Dan de bibliotheek. Ook in diezelfde rij, naast die kunstbibliotheek en die laser. Die bibliotheek, dit is iets heel handigs. Ik zal dat ook nog laten zien in verdere vervolg, dus ik ga hem niet helemaal uitleggen. Maar elk soort materiaal wat je gebruikt, kent in feite een paar verschillende mogelijke settings. Stel dat ik timmerhout heb, 3 mm timmerhout gekocht bij Gamma. Dan heb ik A, settings speciaal voor het snijden van dat hout. Ik heb settings om een afbeelding te graveren in dat hout. Maar ik heb ook settings om gewoon simpelweg tekst erin te zetten. En die settings die kunnen wel eens verschillen. En die kun je in een bibliotheek opslaan. Nou, even een voorbeeld daarvan. Bij mij staat timmerhout van de Gamma, deze hier. Dan zie je dat daar een aantal settings in staan. Cutting, oftewel snijden. Engraving lijn, engraving vullen. Dus dat is, ja, ga ik nou een lijntekening maken of ga ik echt een letters vullen? Hè, dus dat zeg maar de letter gevuld wordt. Of een foto ophoudt. Je ziet dat ik verschillende settings daarvoor heb. En die kun je allemaal opslaan in de bibliotheek. En dat is natuurlijk super handig. Want als het nu pas nog weer een maand duurt voordat ik opnieuw timmerhout ga gebruiken, dan is het eigenlijk, heb ik al een basis doordat ik hier in die bibliotheek kan zien van met welke snelheid en met welke power doe ik die actie dan. Dat wil nog niet zeggen dat ik het blindelings overneem, maar ik heb een basis. En daar gaat het me vooral om. Volgende venster is, even kijken, het hoofdmenu. Nou, niet onbelangrijk. Hè, er komt hier weer een hele menusector bij. Hier zo, dat is deze hier vanaf dat tandwieltje tot en met hier linksonder. Nou, dat begint. Het zijn eigenlijk heel veel gewone simpele Windows functies. Hè. Nieuw bestand maken. Bestand openen. Bestand opslaan, iets importeren, bijvoorbeeld een afbeelding importeren, de laatste actie ongedaan maken. Gebeurt regelmatig dat je iets doet en het is niet goed en je denkt, nou, we ongedaan maken. De laatste actie opnieuw uitvoeren, dan kopiëren van iets, het knippen van iets, het plakken van iets. Het zijn typische Windows functies. Verwijderen van iets, het prullenbakje, om of oftewel het scherm te verschuiven. Zie je dat? Dat is dat met die vier pijltjes. Of
zoom to page. Met andere woorden, je hebt iets gemaakt en je wilt alleen dat centraal in het beeld hebben. Dan moet je zoom to page. Inzoomen. De plusknop. Uitzoomen. De minknop. En dan hebben we hier zoom to frame selection. Dan moet ik even, want nou ben ik even, ik had hier bij deze gezegd. Ik had bij deze gezegd dat hij inzoomde op het object. Hij zoomt in op het werkveld. En het is deze hier die op het object inzoomt. Ja? Dat is die met die stippellijntjes eromheen. Dus even die vier op een rijtje. Het vergrootglaasje met dat blaadje erin zoomt op het werkvlak. Dus dat het hele werkvlak in beeld is. De plus is om in te zoomen, de min is om uit te zoomen. En het vierkantje met de stippellijn is om in te zoomen op het object wat je aan het bewerken bent. Nou, dan krijg je de camerabeheersing, maar ik heb dus geen camera. Dat is, ik zei al dat als je een camera hebt, dan kun je zeg maar als het ware uitlijnen op de camera. Nou, dan staat hier ook update the background from the camera. Nou, dat is duidelijk. Dan hebben we het voorbeeldvenster. Die hebben we al een paar keer gezien, die gaan we vaker zien, want daarmee kan je namelijk zien of je het wel goed gedaan hebt, ja of nee. Dan krijgen we het algemene Lightburn instellingen menu. Dit zijn, dat hebben we al gehad, helemaal in het begin. De instellingen. En de instellingen voor de machine. Nou, die hebben we ook gehad. Ook deze hebben we behandeld. Oké. Dat was dat menu wat ik net noemde. Het hoofdmenu. Dan het menu verplaatsen. Die komt hierbij te staan. In dit venster. Als ik daarop verplaatsen klik. Dan is hier de optie om zaken te verplaatsen. En er is iets aparts, want ik mis hier een button. Namelijk, ik mis hier de fire button. En dat heeft te maken met settings. En dan moet ik alleen even kijken waar dat ook alweer zat. Ik dacht in deze ontstekingsknop voor de laser aanzetten. Alleen moet ik dat dan eventjes opnieuw laden, denk ik. Misschien moet ik hem even zo doen. Even het uitzetten. Nou, waar ben je? Is hij er nog niet, hè? Lastpost dat hij er rondloopt. Ontstekingsknop voor de laser aanzetten. Het zou natuurlijk te maken kunnen hebben met het feit dat ik de laser niet aangesloten heb. Maar wat de bedoeling is dat hier een button zit met de naam Fire. En die moet je aanzetten. En dat is heel belangrijk, want als jij iets wilt positioneren, dan kun je dus een kader trekken eromheen, dat hij een vierkantje om het object trekt, wat precies wat hij leest. Dus in welk gedeelte van het veld leest hij nu. Alleen om nou te bepalen waar hij, zeg maar, als je dat kaderen doet, dan staat hij dus in feite, nou in mijn geval is mijn homepositie links onderin. Dan staat hij dus op links onderin. Als je dan de fire button aanzet, dan krijg ik een heel klein, eigenlijk het lasertje met 1% brand, zeg maar. Maar die laat wel precies zien in welk hoekje ik dat lampje moet zetten, zeg maar. Dat is heel erg interessant en heel erg belangrijk om te gebruiken. Nou, goed. Voor nu, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de laser er niet aan zit. Vandaar dat hij het niet laat zien. Oké, we gaan naar numerieke bewerkingen. Numerieke bewerkingen, waar staat jij? Eens even kijken. Nou, dat is dit stukje. Ja, dit is ook een hele belangrijke balk. Dat is de positie waar de laser staat, x en y. Nou, dat is niks bijzonders, maar als ik straks een vierkant ga trekken, dan krijg ik daarnaast die breedte en die hoogte, en die kan ik veranderen, zeg maar. Dus ik trek een vierkant, ik weet, je meet je object op, je houten plaatje op, die zet bij mij meestal 20 bij 20. En wat doe ik dan? Dan maak ik een vierkant, en die moet dan 200 bij 200 millimeter zijn, want hij staat op millimeter, dat kun je hier zien aan de rechterkant van datzelfde balkje, staat hij op millimeters. Nou, door dat dan op 200 bij 200 te maken, heb ik precies de grootte van de plaat uitgetekend op het veld. Dan weet ik precies wat kan ik erin kwijt en op welke plek kan ik dat kwijt. Dat slotje wat ernaast zit is ook een hele belangrijke. Als het slotje open staat, dan kan ik allebei de waardes apart veranderen. Dus ik kan de breedte veranderen, de hoogte blijven wat het al was. Hetzelfde geldt voor de hoogte. Ik kan de hoogte veranderen, breedte blijven wat het was. Als ik het slotje op slot zet, dan zal, als ik de breedte verander, automatisch ook de hoogte mee veranderen. Daarnaast zien we millimeter 100. Millimeter 100, dat is 100%, zeg maar. Wat ze daar nou precies nog mee bedoelen, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar ik denk, het heeft misschien met zoomen en zo te maken. Ik weet het eigenlijk niet. Zal ik eens even
kunnen wel heel even kijken of ik dat kan zien. Stel, ik ga inzoomen. Nee, hij blijft hetzelfde. Oké, nou dan zouden we even moeten kijken als we een object in beeld hebben staan. Maar daar komen we ook vanzelf aan toe, want ook deze balk gaat worden behandeld. Dan vervolgens, waar het middelpunt is, in dit geval aangeven echt het middelpunt, maar je kan ook links onderin, rechts onderin, wat je maar wilt. Draaien kan belangrijk zijn. Stel je hebt tekst getypt en je wilt die tekst van boven naar beneden, hè, dus op de kop, als op de zijkant hebben staan, zeg maar, dan kan je dus draaien door graden in te geven, maximaal 360 graden, dat is een hele ronde. 180 is half, 90 is een kwart, nou, enzovoort, enzovoort. En millimeters, je kan hem ook veranderen in inches. Maar wij laten hem gezellig in millimeters staan. En dit blijft aanstaan natuurlijk. Gaan we naar de volgende bij Venster. Dat zijn de objecteigenschappen. Dat is een balkje wat hier aan deze kant bij is gekomen. En die objecteigenschappen... Oh wacht, ik heb natuurlijk... Ik moet even deze terug in zijn gebeuren zetten. Pak de objecteigenschappen. Er staat nu niks. Maar hier, als ik bijvoorbeeld een object teken, komen daar zaken te staan. Maar daar komen we nog allemaal op terug. Dus objecteigenschappen laten we ook aanstaan. De tekstopties. Kijk, nu komt hier weer een heel stuk bij. Nou, even heel globaal. Lettertype. Dus je kunt lettertype veranderen. Je kunt vetgedrukt, je kunt cursief, je kunt hoofdletters. Je kunt van rechts naar links. Hoofdletters wil zeggen dat hij alles in hoofdletters zet. Dus ook als jij maar één hoofdletter en de rest klein, zal hij alles in hoofdletters veranderen. Van rechts naar links, dat wil zeggen dat hij andersom schrijft. Samengevoegd. Zou ik even naar moeten kijken wat hij daarmee doet. Dan de horizontale ruimte tussen letters en de verticale ruimte tussen regels. Tussen verschillende regels. Het uitlijnen van X en Y staat in het midden. Maar dat kan je dus ook veranderen. En nog mogelijkheid om iets te compenseren. Ik weet niet precies wat dat precies doet. Maar dit is best wel, zeker als je met tekst aan de gang gaat, is dit ook een belangrijk menu. We gaan naar de hulpmiddelen. Kijk, en nou komen al die zaken, zoals mijn knop om iets te selecteren. Mijn tekenknop van een lijn, een vierkant, een rondje, een zeshoek of een achthoek wat mij betreft. Enzovoort, enzovoort. Die vinden we hier terug. De laatste... Dat is de variabele tekst. Ook die komt hierbij te staan. Ja, hij staat bij mij aan, normaal gesproken. Ik heb hem eigenlijk nog nooit gebruikt. Dus ik weet niet precies wat dit gaat doen, de variabele tekst. Oké, geen zorg. Zo werkt het nou eenmaal. We hebben niet... Je ziet dat je ook alles kunt verslepen. Dus die variabele tekst staat naar het eind, want die gebruik ik eigenlijk nooit. Maar je weet het niet. Dus... Dit zijn de balken die allemaal aangezet worden. En misschien als je in een van de vorige videolessen terugkijkt, zul je zien dat dit ook mijn werkscherm was. En je hebt gezien dat we dat met Venster allemaal kunnen aanzetten. Nou, het laatste stukje. Het laatste stukje zijn die zaken hiervoor. We hebben en we beginnen even met voorbeeld. Nou, laten we even teruggaan naar die kunstbibliotheek. En laat ik daar gewoon die frames hier eens in laden. Hoppakee. Dit ga je natuurlijk never nooit zo lezen, hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar je kunt dit ungroepen, dan één van die frames eruit halen en die gebruiken op jouw object. Nou, even stel ik zou dit willen vullen zoals het hier staat. Hier staat vullen. Ja? Dan kan ik met Venster dat televisietje, oftewel dit televisietje, kan ik kijken hoe dit eruit komt. Dit is goed. Iets heel raars doen eventjes. We gaan er even een vierkant omheen trekken. En dit is waarom dit zo'n belangrijk venster is. En ik zeg nu vullen. Want dit is ook vullen. Is ook op de zwarte lijn. En zie wat er gebeurt. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij vult eigenlijk van buiten naar binnen. Dus met andere woorden, hij gaat dit grote vierkant gaat hij vullen. En dus krijgen we een zwart vak... En dan krijgen we het lijntje wit en dan krijgen we dit middenvak weer zwart, zeg maar. Dat is de oorzaak voor dit verhaal. Nou, dit is heel simpel op te lossen bijvoorbeeld. Door dat lijntje een toolpad te maken, dus een T, hè, dus die kleur hieronder. Dit is nu nog zwart, maar ik ga hem nu even T1 maken. En dan is het eigenlijk alleen maar een kader en niet meer dan dat. En als ik dan weer hierop klik, krijg ik gewoon weer het object te zien. Omdat het een niet leesbaar kader is, om maar eens wat te noemen. Oké. Dat was dus het voorbeeld. Nou, dan hebben we diezelfde functies. Uitzoomen naar de hele pagina. Oftewel het werkveld. Inzoomen, uitzoomen. Dan de kaderselectie. Nou, de kaderselectie gaan we even kijken.
Kijk, zie je, dan zoomt hij in naar datgene wat er toevallig aanwezig is. Dat is wat hij doet. Dus de kaderselectie. En dat was het hele menu. Oh, er zit er nog eentje bovenaan. Resetten naar standaard schermindeling. Die had ik nog niet eens gezien, die is een beetje verstoppeld. Resetten naar standaard schermindeling, dat is zeg maar dat die teruggezet wordt naar de instellingen. Zoals die, tenminste qua scherm, hè, zoals je, wat je ziet. De instellingen zoals je het programma gedownload hebt. Goed, lieve mensen, wij zijn klaar met deel 5 van onze training. In deel 6 gaan we het hebben over de taal en over de hulplijnen. He, dat is een wat kortere, denk ik. Ik weet niet precies of die korter gaat zijn, maar dat is een andere video. En daarna gaan we die balken behandelen. Met voorbeelden en alles erbij. Deel 5 dus was dit. Ik hoop dat je er weer wat van opgestoken hebt. Tot de volgende keer. Dag.